Hoe heeft dit? Dit? The British people have spoken and the answer is we're out. En dit kunnen gebeuren? De afgelopen jaren is het publieke debat enorm verhard. Politici worden bedreigd en het geweld tegen de media neemt toe. Er is niet één reden waarom dit zo toeneemt, maar het staat wel vast dat algoritmes hier een belangrijke versterkende rol in spelen. Algoritmes zijn een set regels die volgens bepaalde instructies een probleem kunnen oplossen of taken uitvoeren. En waarmee sociale media precies voorspellen wat zij jou willen laten zien. Deze voorspelling is gebaseerd op jouw kijkgedrag in het verleden. Ben je bijvoorbeeld wel eens blijven hangen bij een video over geiten? Dan biedt het algoritme van YouTube je automatisch opnieuw geitenvideo's aan. Algoritmes zijn afgesteld op wat het meest winstgevend is voor bedrijven die online willen adverteren. Kliks en interactie. En wat blijkt? Content die boosheid opwekt, zorgt voor de meeste interactie. Dat betekent dat platforms op grote schaal schokkende berichten aanbevelen die een reactie oproepen. En dat zijn vooral berichten met haat, discriminatie of desinformatie. Zo worden juist de mensen die extra kwetsbaar zijn voor manipulatie en beïnvloeding steeds verder in bepaalde informatiebubbels of zelfs in alternatieve werkelijkheden gesleurd. Doordat zij bepaalde content liken, krijgen ze hele andere dingen online te zien dan anderen. Dit werkt dus polarisatie en radicalisering in de hand en vormt zo een bedreiging voor onze veiligheid en de democratie. En zo neemt een kleine groep die extreme meningen en haat verspreidt steeds meer ruimte in online, ten koste van andere minderheden, zoals vrouwen, mensen van kleur en LHBTIQ+ mensen. Zij doen steeds minder mee aan het publieke debat, omdat het onveilig is om je uit te spreken. Uit onderzoek blijkt dat 10% van de berichten gericht aan politiek actieve vrouwen haatdragend of intimiderend is. Dit zorgt ervoor dat vrouwen wel twee keer nadenken voordat ze politiek actief worden. Met als gevolg dat ze ook niet aan de tafel zitten waar de besluiten worden genomen. In een gezonde democratie moet iedereen zich kunnen uitspreken en gehoord worden. En wordt er op basis van die verschillende inzichten beleid gemaakt. Het is dus onwijs belangrijk dat iedereen veilig mee kan doen. Het is daarom hoog tijd dat we grip terugkrijgen. Algoritmes openbaar worden en overheden zo de boosaardige prikkels van algoritmes kunnen bijsturen. Internet moet ten dienste staan van mensen en de democratie. En zeker niet alleen het belang van de techbedrijven dienen. Want laten we niet vergeten dat het internet ons ook heel veel heeft gebracht. We're riding on the internet. Yes means yes and no means no. We hebben regels nodig. Het mag niet zo zijn dat alles wat wij online te zien krijgen gedreven is door kliks en interacties. En dus haat en desinformatie waar Big Tech miljarden winsten mee binnenharkt. Dat leidt niet tot een veilig debat. Er is dus een fundamentele systeemverandering nodig waarin overheden en toezichthouder met heldere regels invloed hebben op de algoritmes om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en een stem heeft. Ondertussen hebben we in de Europese internetwetgeving wel al een aantal successen behaald. Als je een melding doet van bijvoorbeeld intimidatie, moeten de Facebooks en Twitters hier nu op reageren en mogen ze niet langer hun willekeurige beleid erop voeren. Voortaan moet er een optie zijn om gepersonaliseerde aanbevelingen uit te zetten. Platforms mogen niet langer data over seksualiteit, gezondheid, etniciteit of politieke voorkeur verzamelen voor advertenties. Maar er is veel meer nodig. We moeten zorgen dat gepersonaliseerde algoritmen gebaseerd op kliks en interactie, waarvan we nu weten dat ze systematisch haat en desinformatie promoten, niet langer de standaard zijn online. Daarnaast moeten we een einde maken aan tracking voor advertenties en aanbevelingen. Kortom, we zijn er nog niet. Het is nu tijd voor politieke moed om sterke keuzes te maken die langer meegaan dan de belangen van Big Tech. En de mensen en onze democratie weer voorop stellen. Mijn strijd in het Europese parlement gaat door.